Ik zal zeggen dat was aanvankelijk was het een beetje moeilijk geweest om alleen niet op te dagen goeders, maar ik moet zeggen, allemaal het dit voor mij makkelijker gemaakt om in te passen. Ik heb op jou einde vir Lanai gekies. Dit is baie oulike meisie, maar ik heb net niet iets gevoel nie. So paar weke het voorbij gegaan in goeders en toe het ek maar besluit om maar eerder alleen vakantieweek toe te komen. Ja. Ek hoop hy hoed af. Nee, ek dink hy is gemakkelijk, want hy het iemand. Hy is baie verlief. Klink so. Nee, baie. So. Oor herre? Ja. Sê hy is baie verlief. So, sy kon net nie kom. Nie. Ons het, so op een manier, het ons begin op sociale media en so, en het ons bykie begin praat en so aan. En ja, toe dit net afgeskop. Ek moet sê, dit gaan goed. Kom, ons gaan weer terug naar Louis. No, Roy, Louis! Ja, kom! Yes, come on! Louis, waar gaan we? Je hebt nog één keer geantwoord. Ja, je heet niet. Wat is die vraag? What happened? What happened with that? So, basis, ek het vir Anya op die einde van die dag gekies op die story. En ek is tot op die huidige oomblik toe vandag, is ek nie enkele oomblik spyt nie. Sy is een wonderlijke, fantastische mens en het verskrikkelijke lekker en speciale tye saam met haar gehad. Maar soos die ding aangegaan het, het daar so baie verwagtings half op my kom le van buiten af en van druk van buiten af. Is maar yes, jy moet nou jou vrou hier kry en as jy het nie nou doen, is jy te laat. En al hierdie klas van jy moet nou die regte keuse maak en is die keuse waarby jy gaan bly. En so dit het vir my persoonlijk baie druk op my gesit. Dis nie die groe ding is, nou moet mens kies en besluit en die een vir jou kies waarmee jy pad wil stap.